Fraai lawaai. Onze harmonie is steeds op zoek naar manieren om jeugd enthousiast te maken voor muziek, voor het spelen van een instrument. Want ze zeggen altijd dat je van muziek maken blij wordt. En ze zeggen ook als je muziek maakt dat je langer leeft. Ja, dat wisten jullie niet, hè? Maar toch is dat zo. Dus vandaar dat wij het heel belangrijk vinden dat kinderen op een jeugdige leeftijd kennis leren maken met muziek, met noten, een instrument leren spelen. En als ze dan een klein beetje lukt, dat ze ook samen muziek gaan maken. Want dat is natuurlijk veel leuker als in je eentje thuis een liedje oefenen. Nou, en dat is natuurlijk voor ons als vereniging ook leuk, want wij proberen op die manier ook natuurlijk nieuwe aanwas voor de club te genereren en daarmee als club ook verder te kunnen groeien. Nou, recentelijk zijn we gestart met een blazersklas, Fraai Lawaai. Dat is een initiatief van zowel onze Harmonie, Harmonie Nijnsel, als ook Phoenix, de muziekschool in Sint-Oedrode. Kinderen die konden zich daarvoor aanmelden voor een aantal muzieklessen na schooltijd. En daar hebben zij dan de basis geleerd van samen muziek maken. En ook nog op verschillende instrumenten. En dat gebeurde onder leiding van Peter Spierings, de docent van Phoenix. En ze zijn hard aan het oefenen geslagen. En het hoogtepunt van al dat oefenen is dat zij vandaag ook een onderdeel zijn van ons concert. Daar staan ze. Zo. Ja, rustig een applausje. Want zij gaan dus nu eens even laten horen wat zij in de afgelopen week allemaal hebben geoefend. En nou, luistert u naar Fraai Lawaai. Zullen we eerst maar eens even gaan spelen, want dan zijn we de zenuwen meteen een beetje kwijt, hè? Dus als ik aan het geluid mag vragen om nummertje 1 te starten, dan ga ik eventjes voorspelen. Gaan we kijken of we die konden spelen. Als de muziek aan mag. En doe alles gelijk, hè? Verschillende instrumenten. We hebben een schuiftrombone en een cornet en een trompet en een klarinet. Ja, en het eerste wat ze zeiden, wanneer gaan we oefenen voor de liedjes van Peter en de Wolf? Les 1. Ze zeiden, nou, laten we maar eens beginnen met een paar eenvoudige noten. En dan merk je al dat het heel erg verschillend is, want ja, voor die trompetten, die moeten voor die eerste noot al best heel hard werken. En dan lukt die soms niet helemaal. De trombone heeft het hier niet zo heel erg moeilijk. Die kan gewoon blijven staan. De klarinet heeft het bij deze eigenlijk het makkelijkste. Want dat ziet u misschien niet. Maar als ik deze even aan de kant zet, speel jij die G nog eens even. Je hoeft geen enkel knopje in te duwen. Dus die is voor die G eigenlijk het makkelijkst. Kun je het beste klarinet spelen, hoef je zo min mogelijk te doen. En hij komt er ook meteen, want er kan gewoon geen andere noot klinken als ik geen klepjes in doe. Terwijl deze instrumenten, die moeten met hun lippen moeten die harder knijpen om hogere noten te spelen en minder hard knijpen om lagere tonen te spelen. Dus toen wou ze allemaal klarinet spelen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nee, hè? Nee. Want wat was dit ook weer voor een instrument? Wat voor soort? Dat is een klarinet. En het is een blaasinstrument. Maar wat voor blaasinstrument? Een houtblaasinstrument. En deze drie zijn koperen blaasinstrumenten. Nou, en dan ga je oefenen en dat de ene noot die wil niet en de andere noot die wil wel. En soms wil een nootje een beetje wel en een beetje niet. En soms heb je ook nog eens dat die aan het begin van de les wel lukt.
Maar aan het eind van de les, ja, dan begint het een beetje zeer te doen. En dan wil die niet meer zo goed, hè? Want dan, dan deed het een beetje pijn. We gaan nog even wat laten horen, want we gaan langzamerhand. In totaal hebben we 3 liedjes voorbereid. We gaan eventjes kijken, welke zou ik nou meespelen? Weet je het nog? Zou ik met jou meespelen, hè? Ja, die zou ik met jou meespelen, toch? Ja. Dus pak ik ook even de trombone. En dan zou ik willen vragen of jullie liedje 2 willen instarten. En dan gaan we even kijken of die lukt. Wij hem ook zien. Anders moet je even gaan staan stiekem. Want u heeft het misschien al gezien. Hij moet hier een lage C op spelen. Dan moet je even die kant uitkijken zo. Ga je staan. En dan doe je even je toeters zo tegen je lippen na. En dan laat je even zien hoe je die lage C moet spelen. Waar zit die ergens helemaal? Ja, doe maar eens even helemaal. Waar zit die? Ja. Dan is het best wel heel erg lastig als je korte armpjes hebt om dan helemaal zo. Maar het is hem gelukt, want hij had zoiets van: ja, ik wil hem kunnen. En het is gelukt, hè? En toen hebben we besloten in plaats van om mee te doen met Peter en de Wolf, want daar hadden wij net te weinig tijd voor. We hebben het echt geprobeerd. Ik ben wel Peter, maar ja, de Wolf, daar is niet helemaal gelukt. Hebben we besloten dat we in tegenstelling tot die hele grote boze Wolf, dat wij een liedje gaan spelen over een heel lief klein lammetje. Ja. Zij hebben de afgelopen weken hebben we geoefend, want in totaal hebben we 8 keer geoefend. Hè? En steeds een kleine 3 kwartier zijn we bezig geweest. Maar dat is al heel erg lastig, want die 2 hier aan de buitenkant, met die trompet en die cornet, die doen zo. Mondstuk daar in het vakje, cornet, trompet daar in het vakje, en die kunnen meteen naar huis. Hij is wat langer bezig, want hij moet die trombone uit elkaar schroeven. En hoe zat hij dan ook weer in die koffer? Maar dat was hij na een paar weken ook. Als zij al thuis zitten aan een welverdiend ijsje, of wat, was zij nog iedere keer bezig, want ik had een onderdeeltje hier en een onderdeeltje daar. Want als je, ja, dat ding kan in alle kanten zo uit elkaar. En dan, hoe zat dat nou ook weer? Moest je nou ook weer in elkaar? En, ja, maar gelukkig wist je het aan het eind van de rit, wist jij het ook een beetje, hè, hoe het allemaal moest. Dat is toch best een lastig. 1 onderdeel, 2 onderdelen, 3, 4, 5, een rietbinder is 6, een rietje is 7. En dan heb je zo'n klein koffertje en daar zitten allemaal vakjes in, maar deze kan eigenlijk ook in het vakje van die en die. Kortom, dat was af en toe nog lastig, maar het is allemaal gelukt. Ja? Nou, zijn we er klaar voor? Gaan we als laatste, als klap op de vuurpijl, als toefje slagroom op de taart, gaan we Mieke heeft een lammetje doen, nummertje 14. En dat is voor jullie nummer 3 op de. Gaat-ie? Kan ik iets harder misschien nog? Ja, kijk. Nog wachten, hè? Eerste gitaar.